Het concept is dat wij een pakketautomaat in Nederland gaan uitrollen. En die pakketautomaat is bedoeld om pakketten niet langer thuis aan te laten komen, zodat je thuis moet blijven en maar zitten wachten. Maar je laat het pakket aankomen in de automaat en je gaat het ophalen wanneer het jou uitkomt. Nou, we horen dus verhalen uit verschillende bronnen dat om 10 keer succesvol een pakket af te leveren, dat je dus 16 tot 22 pogingen moet doen. Dus in sommige gevallen halen ze de 50% nog niet van succesvol afleveren. En de trend is ook dat de omvang van de e-commerce gaat alleen maar verder toenemen. En ja, mensen kopen niet in de winkel, kopen online en dat gaat alleen maar verder groeien. De consument gaat gewoon naar een e-shop toe en die bestelt de producten die hij wil hebben. En uiteindelijk wordt het pakket door de carrier, hè, PostNL, DPD, UPS, wordt hier afgeleverd op de universiteit. We geven de consument een bericht dat het pakket geplaatst is en dan kan hij vervolgens met zijn app op zijn smartphone kan hij het pakket op gaan halen. Voor de consument is het gratis. Ons verdienmodel zit erin dat wij afrekenen met de e-shop waar de consument besteld heeft. We zijn bezig om ook naar de toekomst toe om consumenten onderling pakketten naar elkaar te kunnen laten versturen. En we zijn bezig om consumenten pakketten te kunnen laten plaatsen en dat vervolgens een carrier het eruit haalt en elders op een adres in Nederland gaat afleveren. En daarmee wordt de pakketautomaat eigenlijk een soort postkantoor. Ik koop best veel online en alles wat ik online bestel eigenlijk laat ik dan hier leveren. Dus meestal moet het bij de buren bezorgd worden en als zij niet thuis zijn kan ik het pas de dag na ophalen. Dus dat is een hele goede oplossing. Nou, op dit moment staat de eerste automaat bij de Tilburg University, waar we op dit moment staan. We gaan over een aantal weken gaan we open op de Hightech Campus in Eindhoven. We zijn bezig met een hele mooie locatie in Amsterdam. En er gaat een automaat komen op korte termijn in Tilburg bij de Reeshof. En we hebben een contract getekend met een strategische partner. En met die partner zullen wij voor eind 2016 zullen wij in ieder geval minimaal 100 automaten in Nederland gaan plaatsen door heel Nederland heen. En die automaten zullen die ook gekoelde vakken gaan krijgen, zodat er ook food in afgeleverd kan gaan worden.